je mijn video leuk vindt, geef me een like. Abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Volg mij ook op TikTok en Instagram. En zoek op Suriname Kitchen. Hallo lieve kijkers van me. Welkom op mijn Suriname Kitchen kanaal. Vandaag ga ik lekker kareila maken, soeproepo. Weet je, in warme vis. Dus ik ben mijn soeproepo aan het snijden. En dan ga ik hem straks een beetje inzouten. En dan laat ik hem even staan. En dan ga ik hem goed uitwassen weer, dat die bitter allemaal eruit gaat. Dan ga ik hem lekker koken met een beetje warme vis en tomaat. Lekker. Dus dat ben ik aan het snijden. Dan ga ik verder de rest van de soep snijden. Ik heb die pitjes al weggehaald hoor. Dan doe ik dit ook, hetzelfde. Ik was het altijd met een klein beetje zout. Eigenlijk zo is beter, weet je. Anders haal ik al die bitter eraf. Eigenlijk dat is niet de bedoeling. De kinderen van tegenwoordig, die houden geen bittere smaak, weet je. Dus dat is een beetje vervelend. En nu ga ik zout mengen. Weet je. En dan laat ik hem even rusten. Dan ga ik straks die sap eruit knijpen. En dan ga ik hem lekker bakken. Dat laat ik jullie straks zien hoor. Oké, dat was dat. Zo lieve kijkers. En nu ga ik mijn soeproepo goed knijpen. Zie je? Kijk die sap. Dat is die sap. En die ga ik allemaal nu wassen, uitwassen. Als je bijvoorbeeld roti, wara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Dan is die bitter allemaal eraf. Zo, dan is het klaar. Nou, lekker. Smaak lekker maken. Nou, hier heb ik twee uitjes. Lekker. Die ga ik in het lengte snijden hoor. Dan ga ik hem lekker bakken. Lekker, lekker soeproepo bakken vandaag. Het wordt heerlijk hoor, lieve mensen. En dan zet ik een halve peper. Want mijn dokter eet niet zo heet, dus doe ik maar een halve. En knoflook, die heb ik al gechopt. Ik heb gechopt de knoflook. Even kijken of mijn olie heet is. Ik denk van wel. Hij is nog niet zo heet, maar bijna. Zo, olie is al heet. Dan ga ik mijn uien zetten. Uien bakken. Nou, dan ga ik mijn knoflook een beetje zetten. Het is niet veel hoor, want ik heb niet veel van die soep gekocht. Nou, dit is dan mooi gebakken. Zet ik maar warm op dit. Die ga ik ook meebakken een beetje. Ja hoor, gaat goed. Dan ga ik gelijk een beetje zout toevoegen, zodat het niet spettert, hè. Anders gaat het spetteren straks. Dat moeten we niet hebben, lieve kijkers. Dan mag ik dit meebakken en halve. Zo. De vis is mooi gebakken. Dat ga ik nu kareila erin zetten. Wauw. Lieve kijkers, velen van jullie weten het niet, maar Suriname Kitchen heeft nog een YouTube kanaal. De YouTube kanaal heet Madhu Vlogs. M-A-D-H-O-E spatie V-L-O-G-S. Op deze kanaal vindt u vlogvideo's over het dagelijks leven, over het reizen naar buitenland en lekkere eetvideo's.
Subscribe, oftewel abonneer voor gratis op Madhu Vlogs. Druk op het bel-icoontje om op de hoogte te blijven van de nieuwste vlogvideo's. Klik anders ook op het link onderaan deze video om naar Madhu Vlog kanaal te gaan. Bezoek ook onze TikTok. Dit was hier met de trailer. Dan moet je lekker gaan bakken. Kijk, een groente te maken en als je warme vis wil zetten erin, hè, hoeft niet heel veel. De vis zet je alleen maar voor een lekkere smaak. En dat is het. Ik hou niet met heel veel vis. Warme vis in groente, hoor. Zet maar een beetje voor de smaak. Dan is het heerlijk. Dan kan je op brood, toespijs eten, beleg. Op rijst, met dal en alles. Of gewoon met witte rijst. Ja hoor. Dan mag je lekker gaan koken nu een beetje. Bakken. En weet je, lieve mensen. Ik ga geen deksel erop zetten, weet je. Want die vocht moet eruit. Zonder deksel bak ik hem met een beetje hoge vuur. Niet te hoog, maar een beetje hoog. Zo, dan heb ik hem nu een beetje op laag vuur gezet, zodat hij nog kan bakken. Hij is nog niet klaar hoor. Wat yummy, yummy. Sweety, sweety. Ja hoor. Nou, hij is mooi gebakken. Zie je, mooi, een beetje half bruin. Dan ga ik één eetlepel tomatensaus zetten. Even mengen. Heerlijk. En lieve kijkers van me, als jullie deze video leuk vinden, niet vergeten om te liken en vooral subscriben. Voor het gratis abonneren. Comments geven en de notificatiebel drukken. Ik zou zeggen, lieve mensen van me, eet smakelijk en tot ziens. Dag, dag.